MVV zonder de geschorste Kelechi Nwakali en ook zonder de geblesseerde Mae en Pieter Nijs neemt het dus op tegen FC Dordrecht. MVV dat wel sterk begint aan de wedstrijd. En na bijna een kwartier is dit schot niet ongevaarlijk. Van Schrooien van richting veranderd en uiteindelijk net naast bij Brian Jansen. MVV thuis 4 van de laatste 5 wedstrijden gewonnen. Dit is een mogelijkheid voor Dordrecht. Die bal gaat net voorlangs van Boumedienne, de Belg van Dort. Het is geen geweldige eerste helft. Matige poging hier van Luc Mares. En zo komt de eerste helft maar niet echt op gang in de Geuselt. Hier een enorme misser van Steven Pereira. Die de bal wel weer oppikt. En er uiteindelijk een hoekschop aan overhoudt. Hoekschop, MVV, weggebokst door Brian Jansen. Schrooien. Germain Martina met heel slordig balverlies en dat levert een gevaarlijke counter op. Paas van Boumedienne en hier komt de kans aan voor Mamoudov, maar hij maakt hem niet. Wel langs Michael Verrips, maar aan de verkeerde kant van de paal dus naast. Beste kans voor FC Dordrecht in de eerste helft om op voorsprong te komen. En dan valt hij bijna aan de andere kant. Via Tuur Hoeben. Zo wordt het aardiger. Weet ook Gerard de Nooyer, nog winnaar van de derde periode met Dort. In de vierde periode slechts 3 punten uit 5 wedstrijden. Goed voor de 19e plaats in die vierde periode. Dit is een prachtige actie van Okita. En let dan op de paas, die is perfect. En uiteindelijk wordt het ook afgerond door Juri Schrooien. Via keeper Brian Jansen is het 1-0 voor MVV. Geweldig voorbereid door Okita, die er afgelopen vrijdag zelf 3 maakte in de wedstrijd in Helmond tegen Helmond Sport. En hier stelt hij dus Schrooien in staat om een doelpunt te maken. Tweede overigens pas van het seizoen voor Schrooien. Die eerder scoorde in de wedstrijd tegen NEC. Een hoekschop nog in de slotfase van de eerste helft voor Dort. En dat scheelt niet veel. De kopbal van Julius Bliek. Ook Bert van Marwijk is in de Geuselt. En hij ziet dat MVV in de tweede helft ook sterker is dan FC Dordrecht. Schrooien is de gevaarlijkste speler van MVV vanavond. Maar hier komt hij er net niet lekker bij om het af te kunnen maken. Paas van Tirani. Dit is een mooie opening van invaller Koolhof. En daar is de volgende mogelijkheid voor Schrooien. Die er wel meer dan 1 had kunnen en moeten maken vanavond. Kwart wedstrijd nog. En dit is dan een van de spaarzame mogelijkheden voor FC Dordrecht. Maar erg slecht deze vrije trap van Mamoudov. MVV op weg naar de overwinning. Daar is Schrooien weer. Alles draait om hem. Wanneer maakt hij zijn tweede? Het lukt hem ook hier niet. Maar MVV is wel op weg naar de overwinning. Want het is veel sterker dan Dort. Hoog overgeschoten uiteindelijk nog. Door Germain Martina, de vervanger op het middenveld van Pieter Nijs. MVV kreeg vanavond voldoende kansen. Maar verzuimde om veel meer doelpunten te maken. Daar had het eigenlijk wel recht op. Hier blijkbaar geen buitenspel. Volgende grote kans. En dan zit hij er wel in. Maar is de vlag toch omhoog gegaan van de assistent scheidsrechter. Geen 2-0 voor Okita. Geef hem een kans en het is meestal wel raak. Zo bleek afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen Helmond. Nog eens. Okita met overzicht. Schrooien en een goede redding van Jansen. En nog eens Jansen. Op de inzet van invaller Thuis. Is het dan nog billen knijpen in de extra tijd van de wedstrijd? De blessuretijd zit er al lang op. Maar het duurt even voordat het laatste fluitsignaal komt. Hier is het dan van scheidsrechter Mulder. MVV verslaat FC Dordrecht met 1-0
maar had vaker moeten scoren.